Ik pak een hele nacht deze keer. Het is inmiddels bijna 9 uur. Het wordt snel donker. Nog niks gezien. Nou, een drillfilmer zit er niet meer in, daar wordt het te donker voor. Het is 7:30 en ik heb vannacht geen oog dicht gedaan. Ik werd gek van het gepiep. Witvis, krabben, duwboten. Ik word echt te oud voor dit soort sessies. Voortaan ga ik toch maar weer korte sessies vissen. Een uurtje geleden ben ik wel een oude bekende tegengekomen. Die laat ik zo even zien. Vorig jaar had ik hem al, misschien wel 2 keer zelfs, en dit jaar heb ik hem voor de 3e keer. 2 keer op een andere stek, 's avonds bij laag water, en nu op deze stek, 's ochtends bij opkomend water. Het is een hele mooie vis en hij is heel erg sterk. Ik zet hem maar snel weer terug. Ik zit hier te barsten van de slaap. Ik ga lekker naar huis. Deze stek wil ik nog even geheim houden. Dus ik kan hier geen drills filmen. Het is dinsdag al. Shit. Ja hoor, hebben. Dat zeggen ze ook alweer. Als het goed is, komt snel. Dat geldt in ieder geval voor deze 25 pond. Prachtige vis uit de rivier. Ik heb hem nog niet eerder gevangen, zo te zien. Hij was heel vluchtig.